We hebben natuurlijk al Dido en de Nias gedaan. We hebben in onze eerste lecture songs rond de Fairy Queen gewerkt. Dit is de Indian Queen. Op een bepaald ogenblik zouden we in Rotterdam spelen en die vroegen boventitels. Maar ik heb ook gezegd, ja, als ze nog meer in verwarring willen gebracht worden dan het al is, moeten ze vooral de teksten lezen. Je geraakt er niet aan uit. Eigenlijk mag het publiek niet verwachten dat ze hier een opera krijgen in de heel klassieke zin van het woord, met een rode draad, een verhaal die ze kunnen volgen van A tot Z. Dus dat krijg je hier niet, maar je krijgt wel prachtige muziek die ons geïnspireerd heeft tot beelden te maken, de zangers tot dingen te spelen, emoties op te roepen. En we hopen dat de mensen daarvoor openstaan en dat ook ervaren. En ik denk dat het echt magnifiek gaat zijn. Allee, als we het zelf zeggen, zal het wel goed zijn, zeker, hè? Als we met mensen werken, dat heeft altijd iets met een liefdesverhouding te maken. Je moet die mensen echt graag zien. Het zijn geweldige muzikanten. Het zijn wondermooie stemmen. En, ja. Het zijn mooie mensen ook om naar te kijken. Ze zijn zo verschillend. Since never, never, never.